Hey, Adjo. Volgens mij Lorenzo rijdt niet stijl stukken op. Je rijdt er buiten. Maar hij hier dus ook okay. Natuurlijk. Dat loopt allemaal wel op. Ja, ja. Ja, ik heb het altijd tegen, dus. Ja. Ja. Mechanicien van Senza Cañas voor Cañas, toch? Klopt. Oftewel ook fietsenmaker genoemd, of niet? Ja, moderne woord voor fietsenmaker. Hoe is het gegaan vandaag? Hebben jullie veel werk gehad tijdens de rit? Nou, tijdens de rit heb ik weinig te doen gehad. Hoe meer ik twitter, hoe minder ik te doen heb. Eén valpartijtje van Wiebe Scholten, alleen een voorwieletje kapot, maar voor de rest alles boven verwachting. Voor de rest is het goed gegaan? Goed gegaan, alle zes jongens zijn binnen, dus hadden we ook niet verwacht, maar we zijn er nog met z'n zes. Mooi. In jullie geval is het eigenlijk zo dat jullie, als jullie kunnen zeggen wij hebben vandaag niks te doen gehad en jullie zijn er blij mee, is het niet omdat jullie lui zijn, maar omdat dan ook niets pech gebeurd is. Geen pechgevalletjes. Geen pechgevalletjes. Geen valpartijen. Precies, want dat kost niet alleen tijd, maar soms ook ja, blauwe plekken. En blauwe plekken, ja, schaafwonden. Hoe je eruit komt. Ik sprak vanmorgen met de ploegleider van Westland. Ja, de jongen die was al geopereerd aan een breuk in de knieschijf. Dat gebeurt ook. En dan doe je dat voor de hobby. En dan gebeurt dit. En jullie zijn natuurlijk voorafgaand en achteraf, zoals we nu zien, ook bezig met het polijsten en repareren, toch? Ja, zoals voor de koers en na de koers worden de fietsen worden schoongemaakt. Er gekeken of de banden een stuk zijn, of de fietsen kapot zijn. Het kan laat worden. Vanmorgen was het 6 uur zo begonnen. En het is nu 8:30. Ik ga daar eerst een beetje eten en dan komen er nog 4 of 5 fietsen. En dan het kan een uur of 11:30 worden. Maar we zien wel. Met plezier. Want morgen gaan jullie naar Zutphen, heb ik gehoord. Ja, dat is de etappe in Zutphen. Precies. En dan moet vanavond natuurlijk alles weer spik en span in orde zijn voor morgen. Alles weer spik en span. Wessel Zendeman uit de ploeg, die woont in Zutphen, die komt uit Zutphen. En die had in de krant al laten doorschemeren dat hij in Zutphen, ja, daar wou hij als eerste Zutphen in de rij. En er staan weddenschappen op van een kretje bier en dat hij als eerste Zutphen in komt. We gaan het morgen meemaken. Dus dat wordt spannend voor de hele ploeg. Ja, dat is gewoon leuk. Zoals vandaag ook. Dan rij je door de Achterhoek, je rijdt door Aalten. De ploeg komt van de oorsprong, komt je uit Aalten. En dat is gewoon een motivatie voor de jongens. Dat is een drijfveer. Prima. Maar jullie hebben geen verwachtingen. Jullie gaan er gewoon naartoe en doen jullie ding. Ja, wij doen ons dingetje. Ons doel is, ze proberen de laatste etappe nog 6 man aan de start te krijgen. En als we dan met 6 man kunnen finishen, zou het helemaal geweldig zijn. En dan is ons doel is geslaagd, missie geslaagd. We rijden hier tussen de profs en wij zijn maar een regionaal ploegje. Wij proberen jongens hier uit de regio op te leiden tot wielrennen, kijken wat eruit komt en dan zien we wel. In principe heb ik zelf vandaag eigenlijk een grote vriendengroep gezien die op pad is en die het leuk vindt. Maar desondanks presteren jullie ook aardig goed. Ja, het is één grote. Het is een vriendengroep. Het was met de oprichting was het een vriendengroep en het blijft een vriendengroep. Er komen vreemde jongens bij. Ze moeten zich wel aanpassen aan de ploeg. En wij passen zich een beetje aan hun humor. Dat is ook wel belangrijk. Humor is belangrijk. En daar kom je het verste mee. Ja, en zoals ik vandaag eerder al heb gezegd, het is voor Cañas, voor het goede doel. Dus met z'n allen zijn jullie sowieso, elke dag dat jullie bezig zijn, de winnaars. Ja, wij dat proberen wel. Wij proberen, de stichting waar wij aan gelieerd zijn, die probeert de kinderen waarvoor sport en spel niet normaal is en niet gewoon is, aan de sporten te krijgen.
En wij moeten als renners wie we nou zijn, moet je dankbaar zijn dat je dit kunt. Dat je dit mag doen. Want er zijn ook mensen die het niet kunnen. Precies. Nou, dan wil ik jou bedanken en dan houd ik jou niet langer van het werk af. Helemaal goed, hey, dankjewel. Ja, hey. Uitkomend voor het team van Colloquy Cult. Dit zijn een mooie tweede plaats in het jongerenklassement van de Cibio Cycling Tour. De voormalig kampioen bij de junioren, het onderdeel tijdrijden van Zweden, is Hampus Anderberg aan de start. Ik zit hier nu met Arjan Rubbers van Senza Canyas voor Canyas, ploegleider. Ja. En ook verkoopmedewerker bij Specialized fietsen en fietsonderdelen, toch? Ja, klopt. Klopt helemaal. En Specialized, nou ja, sponsort onderdelen, accessoires voor de wielerploeg. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, zoals eigenlijk de naam al zegt. Senza Canyas voor Canyas. Senza is een fietsenmerk, een Nederlands fietsenmerk. Ja. Dat is een van onze hoofdsponsoren van het team. Die zorgt ervoor dat wij dingen kunnen doen die we moeten doen. Dus die zorgt ervoor, ja, dat we onder andere de fietsen krijgen. Toen ik bij de ploeg kwam, ik ga mijn derde jaar in dit jaar, komend jaar. Was dat allemaal wel geregeld, maar ja, natuurlijk als verkoopmedewerker bij Specialized was mijn wens natuurlijk wel dat we naast de Senza fiets natuurlijk wel wat zichtbaarheid van Specialized zouden creëren. En dat is eigenlijk meteen vanaf het begin gelukt. Dus wij als merk Specialized doen de helmen, de schoenen, de banden en allerlei andere kleinere accessoires die niet direct zichtbaar zijn. Maar, dus dat, ja. Op deze wijze is dus eigenlijk een goede samenwerking ontstaan. Ja, op deze wijze is er inderdaad een goede samenwerking ontstaan. Laat ik zo zeggen, dat is allemaal in goed overleg gegaan, ook wel met Senza. Dus in die zin, zij zijn volledig op de hoogte van hetgeen wat wij doen. En laat ik zo zeggen, dat vind ik ook een van mijn taken in die zin om dat ook allemaal te respecteren zoals de afspraken liggen. We hebben met Senza echt een fantastische sponsor aan ons weten te binden. Die ook nog eens een keer voor dit jaar, voor de komende 3 jaar verlengd hebben. Dus ja, daar zijn we super content mee. En wat ik al zeg, het is een mooie partij uit de buurt. Dus in die zin, een beter scenario kunnen we ons voorlopig niet wensen. Nee, jullie lopen elkaar niks in de weg, om het dan maar zo te zeggen. En het gaat in eerste instantie ook om het succes van de ploeg. Ja, nou kijk, dat zeg je inderdaad goed. Kijk, uiteindelijk, ik ben, als ik als ploegleider actief ben, niet met de Specialized pet op aanwezig. Natuurlijk vind ik het mooi dat onze spullen gebruikt worden. Ik ben als ploegleider verantwoordelijk voor de ploeg. En is mijn eerste doel is dat de renners goed en mooi kunnen presteren, zeg maar. Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden, de taken van een ploegleider van zo'n wielrennersploeg? Ja, dat begint eigenlijk natuurlijk al wel een tijdje voordat de wedstrijddag daar is. Je begint natuurlijk altijd met op een gegeven moment dat er een planning komt, wanneer alle wedstrijden zijn. Nou, dan is het op een gegeven moment onze taak als ploegleidersteam om de selecties daarop af te stemmen. We hebben 19 renners. Nou, die willen allemaal natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden rijden. Dus ja, laat ik zo zeggen.
We kennen de renners wel goed, dus we weten de goede kanten, we weten de minder goede kanten van iedere renner wel redelijk te vinden. Dus we stemmen dat ook al een beetje af op het programma wat we voor ons hebben. Dan op een gegeven moment worden de selecties gemaakt. Nou, op een gegeven moment als dat bekend is, dan begin je aan een koersdagvoorbereiding. Nou, dat begint meestal toch al in de week voor de wedstrijd. Nou, dan zorg je ervoor dat de selectie die op die dag de wedstrijd moet rijden, dat die geïnformeerd is over hoe laat we waar verzamelen, wanneer het start is, het parcours verloopt. Dus je zorgt ervoor dat alle renners de juiste informatie ontvangen. En als je dan naar de wedstrijddag gaat, dan is de dag van de ploegleider vaak wel een hele lange. Het is zaak voor mij dat ik bij de ploegleidersvergadering aanwezig ben. Daarin worden eigenlijk alle informatie gedeeld die voor die dag belangrijk is, voor die wedstrijddag belangrijk is. Dus eventueel parcourswijzigingen, als er obstakels zijn, die worden bekendgemaakt. En je krijgt dat te maken met een stukje loting van de volgorde van de auto's. Ja. Laat ik zo zeggen, het is een verplichting om daarbij aanwezig te zijn. Als je niet aanwezig bent, rij je ook meteen de laatste auto. Dus dat is wel, laat ik zo zeggen, een zaak om daarbij aanwezig te zijn. Nou, daarna komen de renners meestal naar de koers. Dat is minstens een 2 uur voor de wedstrijd. Dan is het mijn taak dat ik de rugnummers uitdeel aan de renners. Ja. Ze rustig meenemen in de voorbereiding naar de wedstrijd. Dus ik zorg dat de belangrijke punten besproken zijn die belangrijk zijn voor de renners om in de koers te weten. Het is ook zeker belangrijk om niet te veel informatie te delen, want uiteindelijk dat wordt ook allemaal weer vergeten. Het is echt belangrijk om toe te spitsen op de belangrijke zaken die er te doen in de wedstrijd. Nou, je bespreekt een stukje tactisch plan, wat je van plan bent met de ploeg, je doelstelling voor die wedstrijd. Ja, maar op zich kun je eigenlijk niet zo heel veel mee doen. Dan is het dat je op tijd verzamelt bij de stad en je auto staat en dan uiteindelijk de koers beleeft. Ik zeg altijd, het mooiste werk is dan eigenlijk al wel gedaan. Kijk, uiteindelijk natuurlijk is het mooi om in de auto te rijden en achter de renners aan te rijden. Maar echt daadwerkelijk iets toevoegen is vaak lastig. Tenzij er natuurlijk ruimte is om met renners te spreken. Maar ja, dat moet ook net de gelegenheid toe zijn. Dan moeten mogelijkheden toe zijn ook. Het wordt pas eigenlijk wel leuk als je op een gegeven moment renners in ontsnapping hebt waar je naartoe kunt en waar je die renner ook op dat moment echt kunt helpen om het beste resultaat te bereiken met elkaar. Lijkt mij dan eigenlijk dat je ook heel veel inzicht in de materie zelf moet hebben van het wielrennen zelf. In hoeverre ben jij bij de sport zelf betrokken? Ben je actief of misschien actief geweest? Mm. Ja, wat ik al zei, het is super. Het is belangrijk dat je natuurlijk enige kennis hebt van binnenuit. Weet je, dus dat is absoluut een pre. Kijk, enerzijds hebben we binnen ons begeleidingsteam een paar ervaren mensen, waaronder Fred de Kinkelde, jarenlang ploegleider geweest bij diverse grote ploegen in Nederland. Dat is belangrijk om die kennis binnen de ploeg te houden. Daarnaast als ik naar mezelf toe kijk van oké, ik ben zelf jarenlang actief geweest op de fiets. Ook in de elite categorie waar we nu met deze jongens van de ploeg ook actief zijn. Dat is mooi, dat is kennis die je hebt en die je kunt gebruiken. Wat ik al zei, mijn eigen carrière veel onder de hoede van Han Vaanholt gereden. Van hem veel gezien, veel geleerd. Daarnaast ben ik als klein jochie opgegroeid met de wielersport. Ik zou eens willen zeggen, ik heb het met de paplepel al ingegoten gekregen. Omdat mijn vader eigenlijk vanaf dat ik weet dat de wielersport bestaat, mij altijd meegenomen heeft naar de koers. Ik ben opgegroeid met de koers en ik weet niet anders dan dat het de koers bestaat. Dus ja, of dat meteen bijdraagt aan mijn functioneren als ploegleider wil ik niet meteen zeggen. Maar het is wel iets wat je gevormd heeft als persoon en wat je absoluut wel sommige dingen kunt gebruiken. Jullie verkeren zo'n beetje op de vijfde plaats
in Nederland van de ploegen, als ik het goed begrijp. Ja. Wat zijn jullie doelen die jullie nog hebben? Wat is de doelstelling? Wat zijn de wensen en wat is dan daadwerkelijk haalbaar? Ja, dat klopt wat je zegt. Laat even met de twee dingen scheiden. We hebben zeg maar de topcompetitie in Nederland, we hebben de clubcompetitie in Nederland. Nou, de topcompetitie dat is een competitie samen met semi-profteams, om het zo maar te zeggen, in Nederland. En we hebben de clubcompetitie en daar zijn we inderdaad vijfde van Nederland geworden. Ja, dat is voor ons, laat ik zo zeggen, allebei zijn belangrijke competities. Als je praat van oké, waar liggen voor ons de doelstellingen op prestatieniveau, dan is dat in de clubcompetitie. En de topcompetitie is voor ons een heel mooi platform om te leren, om jonge renners te laten ruiken aan een niveau hoger dan waar we normaal actief op zijn. Laat ik zo zeggen, de top 10. Van de ploegen die maakt ook aanspraak op een plek in de topcompetitie. Dus dat is eigenlijk wel een jaarlijks doel voor ons. We willen ieder jaar eigenlijk deel uitmaken van de topcompetitie. Als je dan praat van oké, wat zijn onze doelen voor 2017, wil ik eigenlijk altijd even terug naar 2016. Ik heb toevallig gisteren gedaan met de renners dat we 2016 een stukje geëvalueerd hebben. Ja, daar stond onder andere op dat we top 5 clubcompetitie wilden hebben. Nou, dat hebben we gehaald. We moesten een goede koerswijze laten zien in de topcompetitie. Nou, daar hebben we aanvallend en strijdvaardig gereden. En we hadden volgens mij dat we erop hadden staan dat we 6 criteriums in Nederland wilden winnen. Nou, dat zijn er helaas 5 geworden. Dus dat hebben we net niet gehaald. Maar in ieder geval, het is altijd wel mooi en prettig om te werken met doelstellingen. Nou, die doelstellingen laat ik zo zeggen, we willen ieder jaar beter worden. Dus de doelstellingen groeien daar natuurlijk in mee. Die doelstellingen voor 2017 zijn in principe ook bepaald. Daar ligt de doelstelling voor dit jaar of voor komend jaar op eigenlijk top 3, top 5. Top 5 moet in principe gewoon haalbaar kunnen zijn. We willen de lat iets hoger leggen, dus eigenlijk willen we het podium halen. Dat is de ultieme doelstelling voor de clubcompetitie. De topcompetitie, daar blijft in principe ons leermoment, zeg ik altijd. Dus daar wil ik niet direct een doelstelling aan koppelen. Hooguit dat ik zeg van oké, ik wil dat ze strijdvaardig zijn in die wedstrijden en dat we ons presenteren als ploeg. Ja. En dat we zichtbaar zijn, ik bedoel, topcompetitie is voor de komende 4 jaar weer vastgelegd door Eurosport. Dus dat we op televisie, dat we televisieminuten scoren, altijd interessant voor onze sponsoren natuurlijk. Dus dat vind ik op dat moment dan een belangrijke doelstelling. Nou, dat geldt eigenlijk voor de vrije wedstrijden waar ik zeg van oké, daar zouden we moeten kijken dat we daar eens een keer een uitschieter kunnen pakken. Waar in mijn ogen een top 10, top 15 zeker tot de mogelijkheden behoort. Ja, en dan als je dan kijkt op criteriumniveau, dat we dan zeggen van daar moeten we van 6 naar 8 kunnen groeien. Zeker met de groei die we door hebben gemaakt als ploeg weer. We hebben 6 nieuwe renners, waarbij ook toch al wat rappe mannen zitten, wat jonge renners, wat ervaren renners al. Dus ja, laat ik zo zeggen, dat mag daarin meegroeien, zeg ik altijd. Klopt, en ik denk. Het is best realistisch, aangezien ik wel heb begrepen dat jullie niet alleen een ploeg, maar ook echt een team zijn. Ja, laat ik zo zeggen, dat is wel iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Kijk, we zijn hier nu op het Achterhoek Wielerspektakel. En daar hebben wij als ploeg, als club, hebben we daar de GOW-veldrit van morgen geadopteerd. En wij zorgen er als ploeg, als team voor dat die veldrit georganiseerd of gereden kan worden en dat het parcours opgebouwd is. Ja, dat is wel iets wat wij als team heel belangrijk vinden. Ik zeg altijd, wielrennen is zeker een individuele sport. Maar uiteindelijk blijft het ook altijd nog weer een teamsport. Omdat uiteindelijk, je kunt de sterkste renner zijn, maar als je toch op een gegeven moment je team niet achter je hebt. Dan kun je nog zo goed zijn, dan ga je het niet redden. Dus wij focussen ons wel best wel op het teamgevoel. We vinden de uitstraling van het team ook heel erg belangrijk. Dus
vind het belangrijk dat iedereen dezelfde kleding draagt. Dat we met z'n allen op het startpodium staan in dezelfde kleding. Dat niet één een zwarte broek aan heeft en de andere een blauwe broek aan heeft. Dus daar zijn we wel enorm veel mee bezig. Dus de eenheid, dus ook gelijkertijd het team, is absoluut het focuspunt. Ja, zeker weten. Ja, en dat is eigenlijk ook precies dat wat ik heb gehoord van wielrenners zelf uit de ploeg, dat ze uitermate tevreden zijn over de sfeer, de werksfeer bij jullie in de groep dus. Ja, ik zeg altijd als je enerzijds een team hebt, dan is het zaak dat je gaat werken aan de cultuur in het team. Kijk, en de cultuurmakers zeg ik altijd, dat zijn de grondleggers van het team. Want daar hebben we er nog gelukkig nog een paar van in de ploeg momenteel. Onder andere Nick Welda, Marius Schreus. Ja, dat zijn in mijn ogen zijn dat de cultuurmakers van het team. En ik vind het belangrijk dat die mannen betrokken blijven bij het team. En dat is ook wel, naast dat we onze prestatiedoelstellingen hebben we ook wel doelstellingen voor het team dat we... Dat we het belangrijk vinden dat renners die op een gegeven moment besluiten afscheid te nemen van de wedstrijdsport, dat die betrokken blijven bij de ploeg. Want dat zorgt ervoor dat die cultuur bewaard blijft en dat we blijven zoals we nu zijn. En dat daar natuurlijk ontwikkeling in zit, dat is logisch, omdat je ook met andere renners te maken krijgt. Maar het is wel belangrijk dat de basis blijft. Daarop kun je ook voortbouwen, zeg altijd. Dus dat zijn absoluut zaken waar we veel energie en tijd in steken. Onder andere daar is het trainingsweekend waar dit soort zaken veel besproken gaan worden inderdaad. Dus. Nou, dat zien we hartstikke goed komen met jullie als ploeg en als team. Ik wil me van harte bedanken voor dat gesprek. En voor het weekend, voor het wielrenspectakel, wens ik jullie veel plezier. En voor de toekomst heel veel succes. Dankjewel. Ja? Ja, dank je. Ik wel dan. Ja. Van Senza Canyas voor Canyas team. Ja, ja klopt. Mooi dat ik jou hier heb en dat ik je mag interviewen. Ik heb een aantal vragen, misschien wat ongebruikelijke vragen soms. Ik ben ook niet echt een sportkenner, moet ik toegeven. Maar er zijn een aantal dingen die mij toch interesseren. En zeker nadat ik de ploeg van binnenin heb mee mogen maken met, met de tour van het Zeerenberg. Zeerenberg, hoe is dat gegaan? Ja, de Zeerenberg afgelopen keer, dat was tijdens de Olympiatour. Dat is sinds kort is dat een beloftewedstrijd. Dus dat houdt in dat eigenlijk renners tot en met 23 jaar, die mogen daar rijden. Mm. En ik ben nu 28, dus ik mag daar niet meer rijden. En daar heeft dus eigenlijk onze belofte selectie, die heeft daar dus de wedstrijd gereden. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Het was heel hoog niveau. Het is nu een etappekoers, die was eerst in mei. Die is nu in september als voorbereiding voor het WK. Dus veel internationale ploegen die stonden aan de start om zich voor te bereiden op het WK. Dus het was echt een heel erg hoog niveau. En onze jongens hebben zich daar goed in geweerd. En met name Wiebe Scholten, die heeft ook meerdere keren in ontsnapping gezeten. En de rest van het team heeft gewoon voortreffelijk gedaan. Er waren vele andere Nederlandse ploegen die bijvoorbeeld na twee dagen nog maar drie renners in koers hadden. En wij hadden alle renners eigenlijk nog in koers. Dus dat kan alleen maar spreken van een succes voor ons. Ja, wij mochten er gelukkig aanwezig zijn. Wij mochten dat meemaken. Voor jou zelf, belangrijke wedstrijden voor 2017. Wat vind je zelf belangrijk? Waar zie jij misschien ook een beetje tegenop? En zijn er ook wedstrijden waar je jezelf op verheugt eigenlijk? Ja, zeker. Je hebt aankomend seizoen is dan het NK, Nederlands kampioenschap, is in Zeerenberg, in Montfland weer. En dat is natuurlijk een uitgelezen kans om goed te presteren, hopelijk ook Nederlands kampioen te kunnen worden. Maar dat zullen wel meerdere in onze ploeg willen.
Maar het is gewoon super mooi om met onze ploeg daar goed te kunnen rijden. Het is eigenlijk toch een soort thuiswedstrijd dan. Dus dat is wel, ja, voor mij is dat het ultieme doel om dit jaar te behalen, om daar goed te zijn. En wat zijn de doelen, zeg maar, voor de ploeg zelf, voor jullie als gezamenlijke, ja, als groep? Ja, nee, we hebben eigenlijk meerdere competities in Nederland. Ten eerste heb je eigenlijk de clubcompetitie. Dus dat doen eigenlijk alle clubs in Nederland, die doen daar aan mee. Daar willen we eigenlijk in de top 3, top 5, willen we eigenlijk zien te eindigen. En daar behoren wij ook thuis. Afgelopen jaar zijn we al vijfde geworden. En ja, nu willen we nog beter presteren. We hebben nu ook echt nog meer, en de renners zijn natuurlijk ook weer beter geworden. Dus op die manier is het ook realistisch. En daarnaast heb je nog de topcompetitie. Dat is eigenlijk het nationaal hoogste niveau. Daar doen ook semi-profploegen aan mee. En ja, ons doel daar, want dat wordt ook uitgesponden door Eurosport, et cetera. Dus er zit veel publiciteit aan vast. Daar willen we ons ook vooral echt laten zien. Daar is ook de kans voor jonge renners die nog echt prof willen worden. Die kunnen zich dan ook aan de continentale ploegen zichzelf laten zien. Dus als je daar mee zit in de eerste waaier, als kan je, dan is dat heel erg netjes. Ja. En ja, dan hopen we dat een van onze jongens opgepikt wordt om weer een niveau, of in ieder geval een stap te maken. Op welke plaats bevinden jullie je op dit moment? Kan men dat zo zeggen? Of, Ja, nou ja, je hebt dus in Nederland qua clubs behoren we wel echt in de top 5. Dus dat doen we echt heel erg netjes. En het doel is dan ook volgend jaar om dat nog weer hoger. Het liefst willen we eigenlijk in de top 3 eindigen dit jaar. Dat hangt natuurlijk altijd wel af van bepaalde factoren. Want je wil aan de ene kant wil je met de betere renners er naartoe gaan. Maar je wil aan de andere kant wil je tijdens die wedstrijden ook jonge renners ook de kans geven om dat niveau te proeven. Dus je moet toch een gezonde mix maken om zowel daar goed te presteren als nieuwe renners goed op te leiden. Dus top 3 zou heel mooi zijn. En ik denk als wij telkens met volle sterkte naartoe gaan, dat het ook eigenlijk heel goed te halen is. Alleen je moet wel zorgen dat wij ook natuurlijk onze nieuwe renners en jonge renners wel echt de kans geven om zich door die wedstrijden ook weer door te ontwikkelen. Maar voor zo'n competitie, begrijp ik dat nog goed, is het jongvolk dus eigenlijk ook een klein beetje een belemmering? Nee, dat is niet zozeer een belemmering. Alleen zodra het eigenlijk met meegaat en het komt even op vermogen aan, ja, dan zie je toch dat jongens van 26, 27, die kunnen gewoon net iets meer vermogen trappen en het verschil maken. En jonge jongens, die komen dat vaak net te kort. Dus ja, die zullen dan die wedstrijd wel uitrijden en ook goed rijden. Alleen de kans dat ze gelijk meedoen voor de overwinning is vrij klein. Of het is een echt heel groot talent. Voor degene die het niet weten, Kanyas voor Kanyas. Dat is het eigenlijk, dat is een beetje het goede doel achter het Senza-team. Ja. Kun jij ons daar een beetje meer over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. We hebben toevallig gisteren nog, kijk, wij fietsen natuurlijk met de naam Kanyas voor Kanyas op ons shirt. Ze betalen daar ook absoluut geen geld voor aan ons. Dus wij zetten ons eigenlijk ook echt in voor het goede doel, om te zorgen dat die naam bekender wordt in Nederland. Daarnaast zetten wij ons nu ook tijdens het Achterhoekwielerspectakel in. Eigenlijk voor kinderen, waarvoor het sporten niet vanzelfsprekend is, die proberen wij, of de stichting probeert die dan te helpen. En dat doen wij dus met dit Achterhoekwielerspectakel doen wij dat ook. En kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is, moet je eigenlijk in de breedste zin van het woord opvatten, want het kan zijn dat het gaat om gehandicapten, die krijgen bijvoorbeeld of een aangepaste fiets. Maar je kan ook echt denken aan kinderen die bijvoorbeeld het geld niet hebben, dan komen ze toch voor in aanmerking om toch een fiets te kunnen aanschaffen of zwemles te kunnen krijgen. Dus op die manier probeert de stichting zich echt in te zetten voor meerdere kinderen om het sport en spel echt maar te stimuleren. Ja, want dit is voor de opvoeding van kinderen natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik veel sport heb mogen uitproberen. Maar dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. En ik vind het dus ook heel erg leuk om morgen geven wij dan samen met de stichting de Kids Clinic. En dat vinden wij ook gewoon heel erg leuk om te doen. En we vinden het ook heel erg belangrijk dat wij als team, we zijn natuurlijk heel erg prestatiegericht. Maar echt in onze doelstelling van ons team staat ook dat wij
als team maatschappelijk betrokken zijn. Dus wij zetten ook ons op die manier ook echt in voor de maatschappij en, ook, en dan met name op kinderen. Want wij hopen natuurlijk ook dat die kinderen van 4 tot 10, laten we zeggen, dat zijn de toekomstige Senza Kanjes voor Kanjes jongens. Dat zou goed kunnen. Dus vandaar vinden we het heel erg belangrijk en daar hameren we ook op. Heel onze ploeg is ook hier aanwezig dit hele weekend. Dat vinden we gewoon heel erg belangrijk als ploeg. Nou, moet ik eigenlijk onafhankelijk zijn, een beetje neutraal zijn, maar daarvoor mijn allergrootste complimenten. Ja, dus, dankjewel. En hoe is binnen de ploeg van jullie? Hoe zit de sfeer of werksfeer? Hoe zit het daar bij jullie? Ja, nou, het is bij ons de hamer ook heel erg op. Het wordt ook heel breed gedragen door de renners zelf. Maar het teambelang staat echt voorop. Elke renner heeft natuurlijk zijn persoonlijke doelen. Ik wil bijvoorbeeld NK goed rijden. Andere renner die wil graag prof worden. Zo zijn individuele belangen. Maar het belangrijkste is eigenlijk het teambelang. En dat spreken we eigenlijk ook tijdens dit soort weekenden spreken we dat ook met elkaar ook echt uit. Dus wij weten allemaal van elkaar van welke renner wie wat wil. Maar tijdens de wedstrijden zet jezelf echt in voor elkaar om te zorgen dat je als team wint. Dus ik win zelf net, of laat ik zo zeggen, ik zie net zo lief anderen winnen dan dat ik mezelf zie winnen. En dat is gewoon, gewoon super. En ik zie ook juist een jonge jongen winnen. Ja. Die daarna de stap kan maken. Dat is nog mooier dan dat ik ben ik zelf in. Dus dat is misschien ook een beetje wat jullie verschilt van een nationaal voetbalelftal misschien. Want jullie zijn geen Einzelgänger. Nee, maar dat wielrennen is eigenlijk van nature is het eigenlijk een beetje een Einzelgänger sport. Ja. Maar wij proberen het echt als team te benaderen en als team de wedstrijd in te gaan. En je merkt ook dat bij ons in de ploeg is de sfeer ook heel erg goed, heel erg leuk. Iedereen kijkt ook uit naar dit soort teamweekenden. Ja. Want zoals gisteravond hebben we dan in Bredevoort zijn we gewoon in de kroeg. Hebben we even gezeten, daar is een presentatie gehouden. De aftrap van het nieuwe seizoen. Okay. En daarna drinken we ook gewoon even een biertje. En niet iedereen trouwens, maar dan proberen we altijd wel even gewoon even te ontspannen. En dan ook gewoon even te ouwe hoeren en elkaar ook gewoon beter te leren kennen. Want eigenlijk hoe beter je elkaar kent, hoe meer je voor elkaar over hebt. En op die manier proberen we daar echt aan te werken. Dus dit is het eerste teamweekend. Maar zaterdag in december, januari, februari komen we meerdere malen samen. We gaan ook samen op trainingskamp. En dat zorgt ervoor dat je als team ook heel erg hecht wordt. We gaan ook altijd van het aantal vertrekken we naar de koersen toe. Onderweg pikken we dan de mensen op. Maar dat zorgt ook ervoor dat je gaat samen als team naar de wedstrijden toe. Je gaat als team ga je ook weer terug naar huis. Dus het teamlang, daar hameren we echt op. En dat wordt ook gewoon niet door de ploegleiding of door het bestuur. Ja, die stimuleren dat natuurlijk wel. Maar het wordt echt gedragen door de renners zelf. Dus dat is het mooiste. Het is niet alleen een team, niet alleen collega's, maar gedeeltelijk denk ik ook vrienden, toch? Ja, het is inderdaad gewoon echt een vriendenploeg. Je ziet ook zodra renners of de ambitie niet meer hebben of niet meer de motivatie hebben om zoveel ervoor te doen. Ik bedoel, een gemiddelde renner traint toch 15 tot 20 uur per week om dit niveau mee te kunnen. Dus naast het studeren lukt dat nog net. Maar naast het werken wil het al een stuk lastiger gaan. Klopt. Maar je ziet wel dat eigenlijk al die renners die ermee stoppen nog wel betrokken blijven bij het wielerteam. Dus dat geeft eigenlijk ook wel echt al aan dat het echt een team is. Dat je ook op een andere manier als renner iets voor het team kan betekenen. Wij zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van een ploegleider, een mechanieker, een verzorger. Elke wedstrijd moeten die mensen eigenlijk weer aanwezig zijn. En wij doen alles op vrijwillige basis. Dus de ploegleider en iedereen die nu ook hier is, die zijn gewoon allemaal vrijwillig hier. En dat is ook heel mooi om te zien. Ja, en dat wil al veel zeggen, denk ik. Ja, zeker. Bij andere ploegen krijgen ze vaak een dagvergoeding van 50 of 75 euro. En bij ons krijg je eigenlijk helemaal niks. Je moet zelfs nog je eigen benzinekosten moet je vaak zelf nog betalen. Dus het gaat jullie eigenlijk nog puur om de sport eigenlijk? Het gaat ons echt puur om de sport. En omdat iedereen het ook gewoon echt leuk vindt om met elkaar op te trekken. Ja. Om samen naar zo'n koers te gaan, om zo'n dag te beleven. Je ziet ook dat bij iedereen de inzet 100% is, als het niet meer is. Omdat iedereen zoveel voor doet en laat, zie je ook dat het aanstekelijk werkt en dat iedereen daarin meegaat.
En mijn laatste vraag, als er belangrijke wedstrijden zijn, belangrijke koersen zijn, hoe bereiden jullie als wielrenners je voor? Als belangrijk, ja, het seizoen begint natuurlijk in maart, ja, eind februari, begin maart, dan begint het seizoen. En vandaag, of ja, zijn we als team, zijn we al bezig trainen. Dus je gaat nu, begin je al met rustig opbouwen. En dadelijk heb je trainingskoersen. En dan ga je echt ja, de trainingsintensiviteit ga je steeds meer verhogen. Om echt naar zo'n wedstrijd toe te pieken. En ja, dat verschilt per renner. Je ziet bijvoorbeeld in mei, juni, dan zijn wat meer de klimkoersen. Dus ja, je ziet dat degenen die daar de ambities hebben liggen, ja, ook wat later in het seizoen goed zijn. Je hebt renners die juist van de wind houden en van waaienkoersen. Ja. Die willen juist in het voorjaar juist goed zijn. Dus je ziet dat er binnen de ploeg wel goed afgestemd wordt van wie rijdt waar en wanneer. En die werken daar op hun eigen manier werken ze naartoe. We hebben ook trainers in onze ploeg zitten. Dus als renner kun je daar gebruik van maken. Je zou ook een eigen trainer mogen hebben. Maar we proberen zoveel mogelijk onze renners te faciliteren. Zodat zij zo'n hoog mogelijk niveau kunnen halen. Oh, dat is mooi. En ja. Los daarvan, doen jullie ook nog iets aan speciaal eten, voedingsstoffen en dit soort dingen voor de gezondheid, voor het welzijn? En, ja, ja, je traint natuurlijk 15 uur in de week, gemiddeld genomen. En daarnaast ga je natuurlijk nog gewoon je dagelijkse activiteiten. Dus je vraagt van je lichaam, vraag je gewoon heel veel. En ja. Het is daarin wel belangrijk inderdaad om genoeg te eten, gezond te eten. Ja, om goed te herstellen heb je bijvoorbeeld eiwitten nodig, dus je focust je dan een beetje op de eiwitten na de koersen. Maar je moet ook natuurlijk je vitamines binnenkrijgen. Dus ja, als renners ben je daar wel erg mee bezig, omdat je anders ook echt roofbouw gaat plegen op je lichaam. En daar waken wij ook voor. We hebben vorig jaar ook bij Sportvoeding webshop, dat is dan sponsor van onze sportvoeding. Maar die zegt ook, ja, het sportvoeding gedeelte, dat is eigenlijk maar het... een topje. Het begint eigenlijk al met de basis en dat is gewoon gezond eten, fruit, noem maar op. Dus zij zeggen ook van ja, dat is belangrijk en als je dat ook allemaal goed doet, hè, dan kun je sportvoeding nemen en dan kun je nog net een stapje extra. Maar zo proberen wij als team onze renners daar zoveel mogelijk ook in te begeleiden. Dus de basis van voedsel is eigenlijk dat wat voor iedereen eigenlijk voor Jan en Alleman belangrijk zou moeten zijn. Ja, het is gewoon belangrijk om gewoon gezond te eten. En wij als topsporters, laten we zeggen, doen veel spiertrainingen. En ja, die moeten herstellen en die hebben dan wat meer eiwitten nodig. Dus wij eten dan gemiddeld genomen wat meer eiwitten, ik noem maar even wat. En meer koolhydraten, of we verbranden een hoop energie. Maar dat neemt niet weg, die basis die is en moet er gewoon zijn. En dat is gewoon fruit eten, gezonde boterhammen, al die dingen. Nou, dan nemen wij dat toch nog even mee en laten onze kijkers weten. Wil jij iets voor je gezondheid doen? Begin dan maar eens eerst met gezond te eten. Ja, toch? Heel belangrijk. Nou, ik wil me bedanken. Ja. En ik wens jullie voor dit weekend hier bij de Radstaken wens ik jullie heel veel plezier. Ja, en voor de toekomst heel veel succes met alles. Ja, dankjewel. Gaan we doen. Ja.